Goedenavond, goedenavond, dames en heren. Dames en heren, zet lekker alle zorgen aan de kant. Lach overal lekker om. Ik kan u één ding vertellen. Een mop is nooit weg. In deze gespannen tijden is het even fijn dat u relaxt, dat u even lacht. En ik hoop maar één ding, dat u na afloop zegt, wat hebben wij hier vanavond een fijne avond gehad. Ik weet het hoor, er zijn altijd mensen een beetje anti-Harry Touw. Ik ken dat, Fred Haché-shows. Had ik het maar nooit gedaan, wat heb ik daar een kritiek op gehad, hè? Niet te geloven. Op die blote vrouwen, hele brieven van vrouwen. Weet u wel, je moest je schamen, blote vrouwen. Dus wat maken jullie druk, hè? Het hele jaar gebruiken ze de pil en met de kerstdagen zitten ze te zingen. U zit welkom, hoe wilt dat dan? Lacht er maar lekker om. En dan zal u misschien zeggen, ja, maar Harry, gebeurt het wel eens dat de mensen er niet om lachen? Ja hoor, maak het mee. Hele zaal gieren van het lachen. En er zit er eentje bij zo van... En dan zou ik er wel naartoe willen gaan. En dan zou ik willen zeggen, doe ik het nou niet goed, jongen? Waarom lach je nou niet? Wat is er aan de hand? En als je de mop niet ziet, dames en heren, kan je er niet om lachen. Hier, Haagse agent staat voor de ambassade. Ziet u hem staan, dames en heren? Niemand chat de ambassade. Haagse agent voor de ambassade. Staat er zo'n klein jochie, staat 20 minuten naar die agent te kijken. Mondje open. Agent wordt een beetje prikkelbaar. En zo wou jij wat vragen, knaapje? Zit hij, nou, ik mag toch wel kijken. Hij zei, natuurlijk mag je kijken. Hij zei, wil je later ook agent worden? Hij zegt, ik niet, maar mijn broer wel, want hij is ook te luid dat hij loopt. Misschien zeggen enkelen, hebben je moeite mee? Die zeggen, ja, maar Harry, zou een kind dat zeggen? Nou, misschien niet, misschien wel. Maar dat ze wel eens brutaal zijn. Oh, Hobbemeplein in Den Haag. Zo'n klein jochie tegen een agent. Agent, hoe laat is het? En die agent, vriendelijke vent. Hij zei, 11:45. Hij zei, ik heb 12 uur doodvallen. Agent erachteraan, straat verder staat zijn collega. Hij zei, waarom loop je zo hard? Hij zei, dat rotjong dat zegt ook om 12 uur kunt doodvallen. En je hoeft niet zo hard te lopen, heb je nog 10 minuten de tijd? Maar kijk, dames en heren, het zijn natuurlijk moppen. Hè? En de ene mop of de andere mop, ach, ik moet u vertellen, ik zie ze gebeuren. U moet hem ook zien. Die agent in Utrecht met zijn fiets. Zie je die man daar lopen? En dan loopt daar zo'n jochie s'nachts om 1 uur met een pyjamaatje onder zijn arm. Is het geen zalig? Man zelf, kinderen, ziet dat jochie lopen. Hé, hey, knaapje, waar ga jij s'nachts om 1 uur met je pyjamaatje naartoe? Jochie, hij zei, naar mijn vriendje. S'nachts om 1 uur met je pyjamaatje. Ja. Hij zei, is er wat gebeurd? Ja. Hij zei, ik werd vannacht wakker en ik loop langs de slaapkamer met mijn vader en mijn moeder. En toen hoor ik mijn vader zeggen, ik voel dat ik ga. Toen zegt mijn moeder, als je even wacht, ga ik mee. Hij zegt, mij mooi laten zitten met een huis met een hypotheek van 2 ton. Ja. Heeft u ook kinderen, mevrouw? Ja? Hoe lang bent u getrouwd, als ik vragen mag? 12 jaar. Schiet ook alweer op, hè, mevrouw. Waar blijft de tijd, hè? Geweldig. 12 jaar. En hoeveel kinderen heeft u, mevrouw? 2. 2 in 12 jaar? Oh. 6 cilinder, hè? Nou, ik heb er zelf ook maar 2, hoor, mevrouw. Mijn buurman heeft er 19, maar die heeft een hoekhuis. Van de week komt zijn zoontje binnen en zegt, moeder, waar komen de kinderen vandaan? Die moeder krijgt zo'n kop, ze zeggen, de botten van je vader. Zit die kleine knul, dus al die vandaag mogen we in elkaar sodemieteren. En dan zegt u, Harry, je hebt het nog steeds over jongetjes. Hoe zijn de meisjes? Nou, mevrouw. Oh, maar die kunnen er ook wat van, hoor. Potverdorie. De camping, zo'n klein meisje. Oh, jongens, zie je daar staan, dat blonde krulletjes. Oh, maar Harry, waarom kijkt een hond om als je hem fluit? Zo weet ik veel, dat hij geen ogen in zijn reet hebt. Ja, natuurlijk is het geen uitspraak voor een kind, maar ze zijn heerlijk. En dan worden wij mee. Grote mensen willen nog wel eens kwaad worden. Weet je wat ik ook zo heerlijk vind? Kinderen die naar me toe komen en vragen, oma Harry. En dan geven ze je een raadseltje op. Zo'n klein jochie. Oma Harry, weet je waarom in de cafetaria's allemaal seksplaten hangen? Zo, nee, blijven de frikadellen mooi stijf. Kinderen, jongens, die op een bepaald ogenblik naar je toe komen. Heerlijk. En dat ze de mop zelf niet snappen. Kunt u dat zich voorstellen, dames en heren? Zo'n klein jochie naar mij toe komen in zijn zwembroekje en oma Harry. Weet jij een ander woord voor een piccolo van een homofiele huis? Zo, nee, anetje van alles. Maar denk erom, dames en heren, als u dan op een bepaald ogenblik zegt, ja, dat zijn geen kinderuitspraken, gelooft u mij dat ze het wel doen, hoor. Toevallig, want de kinderen hebben er minder moeite mee als wij. Ze zijn ook veel eerlijker, hè. We hebben een autowasplaats. Mag iedereen zijn auto wassen? Ziet u het gebeuren? Staat er zo'n leuk vrouwtje, staat zo'n klein Fiatje te poetsen. Met zo'n grote poetsdoek, Fiatje poetsen. En dan is een joch van 1 jaar of 12 met zijn eerste puistjes. Even kijken zo. Hij zegt, hey juf, hou maar op met wrijven hoor, hij wordt toch niet groter.
Zal ik u eens wat vertellen? In deze generatie is het merkbaar. En dan kunnen we kwaad worden zoveel als we willen. En dan kunnen we boos zijn zoveel als we willen. De kinderen halen ons in, hoor. En we hebben de tempo, houden wij niet meer bij. Hier bij ons in Den Haag, zo'n hele grote zolder. Regenachtige dag. Al die kinderen spelen op zolder. Ziet u die Haagse moeder? Oh, wat hou ik van haar. Beneden aan die trap naar boven roepen. Hai, wat maken jullie daar voor rotherrie boven? Wat doen jullie daar? En zo'n klein snotknulletje. Groepseks. Zit je moeder, oh, dan is het goed. Ik dacht dat jullie zaten te roken. Nou, jullie zijn... Zal het mensen het nooit begrepen hebben, weet je wel. Hè? En dan zijn er natuurlijk ook op een bepaald ogenblik... moeders die hun kinderen zo graag nog helemaal... ja, hoe zou ik het zeggen? Die hun kinderen zo graag helemaal in het wit zouden zien willen trouwen. Oh, wat mooi. Meisje, 16 jaar, komt tussen de middag uit school. Tas in de hal. En dan zo naar die moeder roepen in de keuken. Hey, mam! We hadden vanmorgen op school geneeskunde onderzoeken. Er was nog maar één maagd. En die moeder trots. Oh, schat. Wat ben ik trots op je. Ze zit niet, die juf. Nou, ja. En ken je die moeders die op een bepaald ogenblik zo heel vertrouwelijk met die dochters gaan praten, mevrouw? Was u al toen u 16 was, of 15, 16, wist u toen alles al zo? Nee, hè? Nog niet, hè? Nou, tegenwoordig wel, hoor. En dan die moeder zo naar die dochter toe lopen en dan zeggen, schat... Luister eens, de kindertjes worden overgeplant en dan begint dat verhaal met die bijtjes in die... Ken u dat verhaal? Ja? Ja. Oh, zalige. En dan die dochter maar luisteren en knikken en dan eens tegen die moeder zeggen... Mams, is het dan nou alles wat u weet? Zit die moeder, ja kind, is het logisch dat papi wel eens vreemd gaat? Nou. Zo'n juffer op school vragen, jongens en meisjes, we krijgen nu dan seksologie. Hebben wij ooit van seksologie gehoord, mevrouw? He? Seksologie... Hoe wordt de liefde bedreven? Dat is een heel klein jochie. Twee mannen. Ja, dat komt wel voor. Nee, maar het is niet het juiste antwoord. Andere. Twee vrouwen. Ja, komt voor, maar nee, nee. En dan zo'n heel klein meisje. Een man en een vrouw. Dat wou ik horen. Dat is heel goed. Weet jullie er nog meer? En dan zo'n heel klein jochie achterin. Hij zegt, ik weet er ook nog één. Zit hier van wat dan? Ik en mezelf. Ja. Oh jongens, en dan die meester, hè, die is wat moderner. Half uur voordat ze met vakantie gaan. En die meester denkt, nou, laten we maar geen serieuze lessen maar doen. Hè. Laten we nu maar even iets leuks doen wat die kinderen leuk vinden. Hij zegt, jongens en meisjes, laten we eens automerken. Wie weet er een automerk? Wie het meest aantal automerken weet, krijgt van de meester een mooi plaatje. Nou, dan beginnen ze hoor. Hij is een Opel. Ja, is heel keurig. Chrysler, heel goed. Fiat, heel goed. Ja. Chevrolet, heel goed. En dat is een slemielig jochie, ze zitten overal. Mijn oma. En je oma? Hij zegt, maar je oma is toch geen auto? Ja hoor. Hij zegt, ik heb er gelogeerd van de zomer. En toen werd ik s'nachts wakker. En toen liep ik langs de slaapkamer. En toen hoorde ik mijn opa tegen mijn oma zeggen... Kom op, oude vocht, spatborden van elkaar. Dan zal ik je weer als ouderwets aanslingeren. Heerlijk. Hè? Hij kan natuurlijk niet, hè, maar hij is wel lekker, hè, meneer. Hè? Snapt u mij normaal, ja? Ja, ik zie daar nog een beetje jonge gezichten, hè? Ja. Gaat het lekker mee, mevrouw, zo, ja? U bent nog lekker jong, hè? Oh, als ik u zo ziet zitten, schiet me een mop te binnen, maar... Oh, hij is een beetje pikant. Vindt u het erg? Nee, u bent nou toch hier, hè? Het is nou toch... Heeft u verkering? Nee, oh meid, dat moet je doen. Dat is goed voor de puistjes. Doe maar, hoor. Oh, juffrouw, eerste jaar school, ziet u het gebeuren, loopt stage, staat voor de eerste keer voor een jongensklas. Hoe kan ze het uitmikken? Schat van een vrouwtje, net zoiets als zij, en die staat daar en die wil heel actueel doen. Kinderen, jongens, wij gaan rijmen. Nou, die gaan je prima weer. Zeg ze, ik noem een zin en dan moeten jullie rijmen. Nou, let op hoor jongens, daar gaan we dan. Ieder mens heeft een ziel, en dat is ook klein joh, en ik heb een grote piel. Zit de juffrouw, jij moet nablijven. Hij zei, dat dacht ik al. Adverteren doet begeren. Nou, zalig. Ja. En denk erom. Vroeger maakten we wel eens onderscheid, hè, tussen de stadsmens, heette dat dan. Of de plattelandsfiguur. Hè. Maar die tijd is voorbij, dames en heren. Ook op het platteland zijn de kinderen net zo bij de hand als wij hier in de stad, hoor. Oh ja, zonder meer. Jochie, 5 minuten te laat op school. Zie hem binnenkomen. En dan die juffrouw. Hé, hey, Jantje, kijk eens even. Ik ben 5 minuten te laat op school. Ja, ik moest nog met de stier naar de koe. Zit de juffrouw met de stier naar de koe? Had je vader dat niet kunnen doen? Zit hij, ja, maar de stier doet het beter. Zal ik u eens wat vertellen, mevrouw? Bij ons op de camping, bouwvakarbeider. Ik heb niets tegen een bouwvakarbeider. 6 weken bij ons op de camping, jongens, in zo'n kipcaravannetje. Ken je die dingen?
Als je een boertje laat vliegen, drama ook. Geen nagaan als je een scheet laat. Voor het tentje erbij. Man, vrouw, twee kinderen in een kipcaravannetje. Mensen, laten we toch, we zitten hier met grote mensen onder elkaar. Wat je thuis lekker in bed kan, kan niet in een kipcaravannetje, mevrouw. Maar ik doe het toch. Ja, nou, dan lok je toch uit. Dan lok je toch zelf uit. Dus die kleine knul, 's morgens tegen zijn vader. Paps, wat had je gisteravond met mami? Hij zei, snotneus, de speelt erin. We hebben een muis gevangen. Hij zei, nou, die hadden jullie nog goed te pakken. Hij zei, hoe weet je dat? Hij zei, ik hoorde mami zachtjes tegen u zeggen, niet laten lopen hoor, niet laten lopen. Lekker, hè? He? Ik zou zeggen, er valt nog niemand van zijn stoel af, hè? Maar ik ben nog niet klaar. Achterin ook te horen. We hebben die doof achterin gezet. En als je dan zegt, Harry, hoe kom je aan zoveel moppen? Vragen ze me zo dikwijls. U weet het, groot aantal platen heb ik volgeklets met moppen. Ik heb ze hoofdzakelijk aan u te danken, maar in het bijzonder bar, dames en heren. Ik ben een jongen die gaat een bar binnen, luisteren, kijken en dan maar horen. Uitspraken. Mensen die nooit komisch zijn. Weet u dat ze aan de bar als ze een pilsje op hebben komieken worden? Ik heb het meegemaakt. Een man die doet zijn kop nooit open. Zit aan de bar helemaal doorgezakt. Zie hem zitten, helemaal aan. Zit hij naar zijn grote ventilator te kijken. Hij zegt, god voor het oor, wat loopt de klok hier vlug. Nou, wat een uitspraak. Mevrouw, maar... En weet je wat ik ook zo'n lief moppie vind? Oh jongens, als je dat mopje ziet, dan huil je erom om de dood eenvoudige reden. Het is een mopje met tragiek. Dat oude baasje, even voor ene binnenkomen en dan zo naar die bar. Hey, Roel, heb jij voor mij misschien even een liter jenever? Dan kan ik hem meenemen. Roel, vriendelijke vent. Dan zeg ik, natuurlijk jongen, alsjeblieft. Helemaal 15 gulden, mag echt niet, maar vooruit, neem me mee. En dan dat oude baasje, dat litertje jenever in zijn broekzak, zijn jasje eroverheen, naar buiten lopen en zijn er te pletten vallen. Overeind komen, ziet hij dat vocht zo langs zijn benen lopen, zit hij, oh, als het nou maar bloed is. Zalig. Ik hou. En dan zeg ik het u al, dames en heren, ik ga dan ook naar een bar toe. Ik zit in een bar en ik luister. Ik ga tussen de mensen zitten. Gesprekken die je hoort, mannen die een pilsje op hebben, die gaan met elkaar praten over hun probleempjes. Weet u dat een bar een sociale werkplaats kan zijn? Weet u dat? Ik heb het meegemaakt, twee mannen aan de bar en die ene zag iets tegen die andere. Hé, hey, proost, Ijf. Proost, Joe. Hé, hey, Ijf, moet je eens horen. Ik ben nou 4 keer met vakantie geweest naar de Canarische eilanden. Ja? Iedere keer als ik terugkwam, vrouw zwanger. Maar waarom ga je dan niet eens naar een ander land? België, Duitsland, Finland? Nee. Weet je wat ik doe? Ja? Als ik nou weer met vakantie ga, dan neem ik mijn vrouw mee. Dames, niet boos zijn hoor. Ben u er nou boos om op zo'n mopje, mevrouw? Vindt u dat, voelt u zich dat nou degraderend aan? Nee, hè? U vindt ze leuk, hè? U hebt gevoel voor humor, hè? Ja, heerlijk hoor. Hou ik van. Ik zei het u al, dames en heren. Bar, gebeuren veel dingen waarvan je zegt, zijn ze gebeurd. Ik garandeer u, zonder meer, dat iedere mop heeft een grond van waarheid. Die mop die ik zo even vertelde over die twee mannen, is gebeurd hoor. Twee mannen een pilsje drinken en dan die ene ineens die andere aanstoten. Hé, kijk eens naar de deur wat er binnenkomt. Die ene is mijn vrouw, die andere is mijn maîtresse. Zit die andere ook toevallig bij mij net andersom. Nou, ja. Een van de heerlijkste mopjes en die zie ik gebeuren. En deze groep wil ik op die band hebben, dames en heren, omdat het ook vakmensen zijn. Omdat het ook mensen zijn die het vandaag de dag verschrikkelijk moeilijk hebben. Dat zijn de taxichauffeurs. Ziet u hem zitten daar, die taxichauffeur, op zijn gemak een pilsje drinken. En dan zijn collega binnenkomen zo van, hey joh, je bent met mijn vrouw naar bed geweest, hè? Ga gelijk naar die van jou toe. En dan moet je doen, Kees, lekker uitslapen. Ja. Nou, vies. Oh, die ene taxichauffeur tegen die andere. Wat was jij gisteren met een lelijk wijf? Hij zegt, joh, niet over smoezen. Hij zegt, nee joh, we zijn toch vrienden, ik hou mijn kop wel. Hij zegt, wie was het? Zit hij mijn vrouw? Ik zei het u al, dat zal nooit gebeurd zijn. Misschien zit er momenteel een man van de taxi bij, een directeur van de taxi. Ik heb het horen vertellen, hij is uitgenodigd. Ziet u dat, die directeur? Jongen, keihard gewerkt, heeft die 5 wagens in Utrecht lopen, is er trots op, is er blij erop. Controleert alles zelf, gaat ook overal zelf naartoe. Komt onverwachts thuis, ligt zijn vrouw met een van de chauffeurs in bed. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Hij is woedend. Hij zegt, potverdorie, vuile viezerik. Toen wil ik er niet bij, leg jij met mijn vrouw in bed, hè? Hij zit eruit. En dat is de laatste keer dat je voor me gereden hebt. Nou. Ja.
En weet je wat zo fijn is, dames en heren? Vandaag aan de dag mag je gerust een mop vertellen die een beetje slap overkomt. Want er wordt zoveel slap geklets in de Haag. Hè? Zie je die twee Kamerleden zitten? Pauze. Hebben ze nog wat anders dan pauze? Nee, hè? Twee Kamerleden, zoals die twee mannen daar zitten. Jongens, jullie zijn even de Kamerleden in beeld. Zie ze zitten. En die ene zag iets tegen die andere. Gek, hè? Ik zak de laatste tijd zo af. Zit die andere, joh, dat heb ik ook gehad. Dat is tijdelijke impotentie. Moet je bruinbrood eten, er zitten vezels in. Hij naar een broodwinkel en ze maakt 5 zeel starven. Zit een meisje 5 zeel starven. Kan mij niet schelen, maar ze worden nogal gauw hard. Dus ze geeft er dan maar 10. Ja. Nou. Dan zeggen ze wel eens, Harry, als je nou toch een naam hebt dat je pikante jongen bent. Dat ben ik. Hè? De studio's die lopen echt niet te rennen om Harry Touw, omdat ik dan wel eens een keer pikante moppen vertel. Maar ik wil hem niet kwijt. Als de mensen zeggen, Harry Touw is een viezer, ik ga er direct achter staan. Dat weet ik. Maar ik hoop het nog jaren te blijven. Want ik zie die moppen gebeuren. En wat is nou een seksmop, lieve mensen? Harry Touw, seksmop, H60. Als ik naar bed ga, heb ik een trapje nodig, dus kom ik mijn nest in. Mevrouw, ik ben af en toe zo blij dat ik een beetje reuma heb, dan heb ik weer een stijve nek. Maar seksmop. Ja, juffrouw, u bent nog lekker jong, maar begrijp u wat ik bedoel? En u denkt misschien al, Harry, vertel eens een seksmop. Zal ik er één vertellen? Wil je hem horen? Oh. Hier, daar komt hij. Seksmop. Getrouwd echtpaar lopen door de dierentuin. Zie ze lopen? Te dicht langs de kooi van de gorilla. Die gorilla sleurt die vrouw naar binnen, trekt de kleren van de lichaam en zei... Hallo! Ze zegt tegen de man, wat moet ik nou doen? En ze zegt dat je hoofdpijn hebt. Dan zeggen tegen mij ook altijd. Ja. Jongens, als u zegt dat is een seksmop, die is niet om aan te horen, dan zeg ik één ding. Medelijden, heb medelijden. Zie je toch gebeuren. Mop van deze tijd, hier, ik pak zo even aan de bar, Hollander met een Turk. Nee, ik doe het even andersom. Wil u de Turk zijn? Nee, heb zo'n mooi gebit. Nee. Oh, die is van u, hè? En er staat die geld voor betaald. Nou, ik denk niet dat je het meer terugkrijgt. Nee, maar... Hollander met een Turk, hè? En die hebben het over seks. Zet die Hollander zo tegen die Turk. Hoe komt dat nou dat jullie de vrouwen makkelijker versieren als wij? Turk, 2 jaar in Nederland. Hij zei, wij Turken zijn romantisch. Olletse man is niet romantisch. Wij Turken gaan met een vrouwtje naar bed. Kus je linkeroog, kus je rechteroog, kus je neusje, kus je mondje. Knuffeltje, knuffeltje. En die Hollander denkt, hé, hij naar huis. Gelijk met zijn vrouw naar bed. Kus je linkeroog, kus je rechteroog, kus je neusje, kus je mondje, knuffeltje, knuffeltje. Zit die vrouw, wat leg je door te klooien? Je lijkt wel een Turk. Je lijkt wel een Turk. Nou. Maar ik zeg het hoor, dames en heren. Wij zetten ons in op een bepaald ogenblik. En we werken dan zolang het je opgedragen is. Weet u welke mensen dat ook doen? Daarvoor heb ik ook respect voor ze hier achter de bar. Deze mensen moeten ook luisteren naar de klant. Ze moeten de klant amuseren. En dat valt niet altijd mee hoor. Want er zijn wel eens klanten, weet u dat, dames en heren? Thuis met hun vrouw praten ze niet. Maar met zo'n kastelein gaan ze praten. Ik heb het meegemaakt. Ze zit in een kroegje en dan komt er zo'n man binnen, weet u wel. Die begint daar ineens over een probleem. Zo van, Ivy, proost op onze gezondheid. Zeg net wel gezondheid. Maar goed, om op ons gesprek terug te komen. Je bent jong, dus je wil wel eens wat, hè? Ja, inderdaad. Dus ik ga wel eens naar de vrouwtjes, hè? Nou ja, joh, wat niet weet, wat niet deert, ben je mal. En toch, Harry, het blijft surrogaat, hè? Ze raken nooit echt opgewonden. Oh nee? Nee. Ik weet iets, als je dat doet, nou, maar dan zijn ze wel opgewonden, hoor. Ja? Hey, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Zeggen dat je niet betaalt. Oh, en dan... Zo'n kastelein moet toch altijd een antwoord weten ook, hè? Zie die man daar zitten aan die bar. Zo'n man die altijd nooit eens vrolijk is. En dan tegen zo'n kastelein zo van... Ja... Ik ben naar de dokter geweest, die kastelein. Ja, dat interesseert hem weinig. Maar zeg zo, en? En dan, ja, het is een klant, niet? Nou ja, aderverkalking. Nierstenen. Water in mijn knie. Zit die kastelein, wat zonde, hè? Dat je geen cement in je zak hebt. Kon je een bouwbedrijf beginnen?
Ja. Oh jongens, dat vind ik ook zo mooi, hè? Die kastelein zelf met problemen. Waar moet hij dan naar mee naartoe? Dat is een collega. Dan zou je zeggen, wat kan een kastelein voor problemen hebben? Nou, ik heb er een meegemaakt hoor, in Rotterdam. Die had een zoon, pak weg, 19 jaar, net zoals die meneer die er net binnenkomt. Zo lekker jong nog. Maar ja, die jongen die wou ook graag de horeca in. Hè? Weet je wat ik naartoe? Ik stuur hem naar een collega. Ik stuur hem naar een collega in Zwitserland. Is hij lekker van mijn huis af? Wegwezen. Iedere maand krijgt hij een brief van zijn zoon. Kamerhuur. De was. Eten. Drinken. En dan staat er ook bij 100 gulden naar de meisjes geweest. Ja, ja. Dat vind ik toch vervelend hoor. Belt hij zijn zoon op en zegt: zit je nou 100 gulden naar de meisjes geweest? Kan me niet schelen, maar zet het niet in die brief. Ik vind het voor je moeder niet leuk, of voor het personeel niet leuk. Zet zeg maar sporten of weet ik veel. Zeg dat je bent wezen jagen. Nou prima, gaat maandenlang. 100 gulden, wezen jagen. Komt er ineens een brief, geen wezen jager erop. En die vader blij tegen zijn vrouw. Hey, geen wezen jager erop. Ah, die knul van ons heeft verkering. Na 2 maanden krijgt hij een brief. Reparatie, jachtgeweer, 1000 gulden. zie je die man zitten, jongens, aan de bar? Even wachten. Komt dat er ook in? Ja. Oh god, dan denken ze dat hij op kerstavond is opgenomen. Ik geloof voor jou. Mag je mijn weekend wel opbellen, want dan belt het 2 te weinig. Maar... Nee, is maar gekheid, jongens. Maar zo'n man aan die bar en aan die kastelein voelen dat er iets fout gaat. Wil gewoon zijn eigen barretje animeren. Het is nog niet druk, een paar mensjes en dan zo'n chagrijn aan de bar. Denk dan dat je het dan zwaar hebt, het kastelein. Gelijk, Roel. Hè? Valt niet mee, hè? Zo, jongens. Gezellig zo, hè? Victor, Letty, Ijf op onze eeuwige kuisheid. Wat is er met jou, joh? Heb je... vannacht niet lekker geslapen soms. Wat heet niet slapen? Nacht al lig ik te praten in mijn slaap. Nou en? Dat is toch niet zo erg? Ja, maar ik lul zo slap. Hé hey, jongens, luister eens. Volgende week, hier, in deze zaak, deze jongen, nieuwste van het nieuwste hoor. Toevallig. Een nieuwe ijsmachine, splinternieuw. Vierkante ijsblokjes met een rond gat. Hey. En dat noem jij nieuw? Ja, zeker. Nou, daar ben ik al 20 jaar mee getrouwd. Ja, weet je wel. Misschien zit hij hier wel bij, jongens. Misschien zit hij erbij, misschien ook niet. Maar die man die tegen zijn vrouw zegt, ga jij maar lekker boodschappen doen, dan blijf ik in de kroeg op je wachten. En dan krijg je het volgende tafereel. Die man zit er lekker zijn pilsje drinken, vrouwtje ineens binnenkomen. Ze zegt, Manny, kijk eens wat een mooie BH. Nou, die chagrijn, mooie BH. Waarom koop je nou zo'n duur ding? Je hebt toch niks om erin te doen. Nou, ze was Moni op de bekkie gevallen. Ze zegt, als jij het zo bekijkt, heb je voorlopig een nieuwe onderbroek nodig. Wat is de man waar ik van hou? De man die een pilsje drinkt, wat een brok fatsoen. En dat hij dan merkt, laten we zeggen op het biljarten. Hé, hey, ik heb een pilsje te veel op. Zijn dat geen zalige kerels? Neem ze gauw nog een spaartje, want het is al te laat meneer. Pilsje zit er al in hoor. Hey. En dan gaan ze heel zachtjes doen. Dames, kent u die figuren? En dan maken ze een rotherrie. Oh, oh. Zie je die man in de Haag? Over zijn tuinhekkie stappen omdat zijn tuinhekkie piept. Schiet onderuit met zijn reet op dat hekkie. Hij naar de badkamer kijken, hele stream op zijn hol. Hij naar bed, zegt zijn vrouw s'morgens. Ik geloof dat jij gisteravond een goed pilsje op had, hè? Zegt hij, nee hoor, hoezo? Zegt ze, nou ga maar eens kijken in de badkamer, er zit zo'n pleister op de spiegel. Nou, ja. Maar nogmaals, lieve mensen, dit kan allemaal niet gebeurd zijn. Vond u deze moppen nou dat je zegt voor uzelf? Hè? Nogmaals, vies. Ach, wat is vies? Hier, Obertje, heb ik dat nog niet over gehad. Knul, hoe heet je? Mario. Wie? Mario. Marion? Mario. 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 Dat is een beetje Italiaans, hè? Oh. Mario, voor jou even een moppie. Mario, jaar getrouwd. Werkt hier tot 1 uur. Werkt hier tot 1 uur. Komt 's morgens om 5 uur thuis, zijn vrouwtje. 5 uur. Hij heeft volkomen gelijk. Jij hebt volkomen gelijk. Ik ben helemaal fout hoor. Ik ben helemaal fout. Ik geef het toe, ik ben fout. Maar kijk eens wat ik voor je meegebracht heb. Bosbloemen. En zij, bosbloemen, dat weet ik wel, zo'n bosbloemen. Moet ik zeker weer met mijn benen wijten. Hoezo? Hey, geen vaas meer. Mario, sorry hoor. Ben je al getrouwd? Nee. Wees maar blij, dat kan er niet breken ook. Ik zal u vertellen, dames en heren.
Als ik geen humorist geworden zou zijn, laten we dat eens veronderstellen. Ik verdiende lekker mijn brood mee, hoor. Ik hoop het nog jaren te mogen doen. Waar had Harry Touw dan gedaan in overleg met zijn eigen vrouwtje? Hier, hoor. Daar waar de jongens staan, had ik gestaan. Het lijkt me zalig, hè, om zo achter zo'n bar heerlijk... Mag ik het even doen, jongens? Vind ik zo zalig, eventjes zo. Hè? En dan zo die mensen te mogen verwennen van... Wat drinkt u? Wat drinkt u? Of wat drinkt u niet? Begrijp u wat ik bedoel, mevrouw? Lijkt u dat ook niet heerlijk? Ik als kastelein, u als klant. Weet u wat ik dan deed? Ging ik lekker met je naar boven. Aan de bar, aan de bar, moet je wezen. Oh, dames en heren, en dan die kastelein die daar voor de bar in zijn eigen zaak ligt te trimmen. Ziet u het gebeuren? Komt er nog een klant binnen, laat de klant met een pilsje op en die zegt... 21, 22, 23, hey, 24... Hé, meneer, ik wil het niet ongerust maken, maar je vrouw is al weg, hoor. Ja. Dames en heren, als je dan op een bepaald ogenblik zegt van bar, en dat heb ik u duidelijk verteld, dan kan ik iedere barkeeper die ten alle tijde een antwoord heeft, kan ik alleen maar waarderen. Hoeft hij helemaal niet brutaal te zijn, hoeft hij helemaal niet wat je noemt zegt van de man, maar hij moet toch op een bepaald ogenblik weten wat hij zegt. Ik heb het meegemaakt, hoor. Amsterdam, Reguliersgracht. Lekker, heel klein kroegje. U weet, in de roze buurt. Ja, ik kom er wel eens. U staat ook vlug aan. De uur al in zijn zak zitten natuurlijk. Zie je mij daar zitten in dat roze kroegje? En dan komt er zo'n meisje binnen van lichte zeden. Mensen laten we er nooit op afgeven, want we hebben ze nodig in deze tijd. En dat meisje zo van, hey, geef die hele tent wat? In de kastelein. Allemaal wat te drinken. Pauze daarna, geef die hele tent nog wat? En nou de kastelein. Hey, juf, ik weet niet wat je aan het vieren bent, maar wat is dat? Hoe zit het met de poen? Tilt ze die rokken op. Ze zegt, hiermee betaal ik. En die kastelein kijken, hij zegt, heb je niet kleiner? Nou, ik zag het. En weet je wat zo leuk is, dames en heren? Ik blijf steeds zeggen, die man die drinkt. Maar vlak de meisjes ook niet uit. Denk erom dat ze er wat van kunnen, hoor. De vrouw, de emancipatie is wel van die aard dat de vrouw drinkt net zoveel als de man. En ze doen het nog gezellig ook. Oh, ik weet niet meer welke kroeg het was. Ook niet zo belangrijk. Ik zit in een café. En er zitten twee vrouwen zitten heel intiem met elkaar te praten. En die mannen staan aan de andere kant zo dat handje rijden, dat knobelen, weet je wel. Toen ook zachtjes die ene vrouw tegen die andere vrouw zeggen, ja, mijn huwelijk gaat helemaal naar de bliksem. Ze zei, schat, hoe komt dat nou? Ze zei, ja, hij komt iedere avond dronken thuis. Ze zei, moet eens luisteren, schat, ik ben 5 jaar langer getrouwd als jij. Ligt het niet een beetje aan jou? Serveer hem eens uit. Misschien heeft die jongen spanning op zijn werk, zou toch kunnen? Ze zei, zou het helpen? Ze zei, probeer het eens. Nacht erop, 1 uur, komt hij weer helemaal lazerig naar boven. Ze doet gelijk de deur open. Ze zegt, kom jij eens lekker binnen, schat. Hé, dat is leuk. Ze zegt, ga jij eens lekker zitten. Hé, lekker zitten. Ze zegt, zal ik jouw broek eens een beetje losmaken? Hé, mijn broek losmaken. Ze zegt, dan krijg je lekker een koyakkie. Hij zegt, hoera, koyakkie. Ze zegt, dan krijg je nog een koyakkie. Hij zegt, nog een koyakkie. Ze zegt, dan gaan we lekker naar bed. Hij zegt, laten we dat maar doen, hè. Want als ik naar huis toe ga, krijg ik toch een ruzie met dat rotwijf. En denk erom, dames en heren. Wij weten, we hebben de economische tijd. Hebben we nu dat je zegt, jongens, we hebben onze welvaart gehad. Maar juist door het teruglopen van de welvaart wordt het in bepaalde gelegenheden weer gezelliger, hoor. Ook de werkelozen moeten geamuseerd worden. Ga maar kijken, hoor. Na afloop van het voetballen. Al die mannen weer lekker naar hun stamkroegje. Zie je ze zitten. Lekker biljartje maken. De vrouwen een pilsje drinken. En dan die ene vrouw zag iets tegen die andere vrouw. Gezellig, hè? Zullen we er nog eentje nemen? Ze zei, mag ik jou eens wat vragen? Ze zei, natuurlijk, schat. Ze zei, heb jij je man wel eens gesnapt? Ze zei, nee hoor, gelukkig niet. Ze zei, hoewel. 2 maanden geleden heb ik wel condooms in zijn auto gevonden. Ze zei, oeh, wat heb je ermee gedaan? Ze zei, ik heb de gaatjes in geprikt. Zegt die vriendin, je wordt bedankt. Maar kijk, hè, ik bedoel, dat is natuurlijk een mokker. Ja, dat noemen wij nou een mop met een dubbele bodem, hè? Zag u dat u wat later overkwam? Ja, hebben we wat van de Belgen te zeggen? Nou, mevrouw, laten we maar mooi naar ons eigen kijken, hoor. Ik werk veel in België. Ik moet u 1 ding vertellen over de Belgen. Misschien zit er wel eentje bij. Ja? Allee, chefke, ja? Zit er een Belgie bij?
Oh jongens, het is gezellig publiek. Heerlijk hoor. En nogmaals, de Belgen hebben over ons ook een mening. En die is ook niet ongezout hoor. Hoehoe. Wij zijn zo gierig, hè? Weet je dat? Oh jongen, wij. Oh, die Belgen hebben het over de Nederlanders. Hè? Waarom draaien de Nederlanders te stoppen uit het licht als ze met vakantie gaan? Omdat ze bang zijn dat het lampje in de ijskast blijft branden. Ja, dat is nog een nette hoor. Weet je hoe een Hollander vreemd gaat? Nee, draait hij zijn vrouw om. Nee, maar. En weet u waarom die zo weinig vreemd gaat? Omdat het uit zijn eigen zak komt. Nee, maar. De tijden zijn veranderd, meneer. Ik zie hier jonge mensen, ik zie hier wat oudere mensen, mensen van mijn leeftijd. Heerlijk jonge mensen. Zijn jullie al getrouwd? Nee? Zalig verkering? Hou we zo hoor. Verkering? Het is net je schooltijd. Je waardeert het pas als je voor school af bent. En je verkering waardeer je pas als je. Hang je er maar aan op. Hè? Hoe lang heb je nou verkering? Nee, oh, mij, het haalt hem maar niet om hoor. Wanneer ga je trouwen? Nou, een paar maandjes. Een paar maandjes? Geen cadeaus hoor, waardebonen, denk toch. Schattenbout, ik ben een oude man, maar neem dat van mij aan. Geen cadeaus. Toen ik trouwde, 25 jaar geleden, mijn vrouw zit erbij. Allemaal hetzelfde hoor. 3 broodtrommels was ik 1 dag getrouwd. Ik had maar één sneetje. Nou. 6 schemelampjes. 3 toiletborstels, die tomato, die insteek, ken je die ding? Nee? Ik had een tante op mijn bruiloft, die had nog nooit een toiletborstel gehad. Ik zei, neem er toch één van mij mee. Ik had er toch 3, zou u ook gedaan hebben. Ik zei, neem mee. Maar 2 maanden kom ik er tegen op een verjaardag. Ik zei, en tante, hoe gaat het met de borstel? Ze zei, goed, maar als die op is, nemen we weer papier. Dus dat is gewoon. Eén ding is zeker, dames en heren, de tijden zijn veranderd. En daar hebben de jongelui niets mee te maken. Het is zo. Vroeger woonde ik in een hoffie en dan woon ik in een flat. Meneer, geloof u mij? Hoffie, we hadden het arm. Meneer, u bent ongeveer van mijn leeftijd. We hadden het arm. Maar was het niet gezellig? Ik woon nou in een huisje van de Algemene Woningbouwvereniging. 700 huizen onder 1 kap. Voorkamer, schuifdeur, achterkamer. Het is net een duiventil voor kijken achter broeden. Weet je wat het is, mensen? Humor. Humor is overal. Ik zou je vertellen dat zelfs op de wc is er humor. Ja. Nou, wat? Ik zou je vertellen, ik maak het mee. Eerlijk, hier deze jongen. Ik ben ergens in een zaak. En dan had je zo'n toilet met, waar je met z'n tweeën, heel stereo, hè? Zo'n muurtje ertussen. Ik ben net begonnen, staat er zo. Hand, kamerade, hand in hand. Pardon. Meneer. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk mag ik wat vragen. Is het dringend? Gaat u wel eens onder de douche? Ja, natuurlijk ga ik wel eens onder de douche. Wast u dan ook uw ballen? Ja, natuurlijk was ik dan ook mijn ballen. Hoe krijg je die dan je zak uit? Wat is gebeurd hoor. Meegemaakt hoor, hier. Hele lange vent staat te plassen. Siem plassen, jongen, hele lange. Staat ernaast hem een heel kleintje. Siem staat. En dan die lange tegen die kleine. Ah joh, ben jij zo zenuwachtig dat je zo met je ogen knippert? Zit die kleine, nee, maar je spettert zo. Van de week mijn buurman. Help! Zeg, vent, waarom schreeuw je zo? Zit die mevrouw wil uit het raam springen? Zo hoef jij het er niet om te schrijven. Zit die, ja, maar kan het raam niet open krijgen. Begrijp je nu? Laten we er maar lekker om lachen, jongens. Hè? En dan de mensen die met elkaar getijd getrouwd zijn en dan zo chagrijnig worden. Hè? Oh, mevrouw, die heb je hoor. Hè? Dan zien ze elkaar niet meer. Heum, chagrijnig. Naast me, hè? Naast mij op de Denenstraatweg waar ik woon, woont een agent. Aardige vent hoor, maar chagrijnig. Van de week komt hij 's middags om 3 uur thuis. Zo, een vroegertje vandaag. Prima, hè? Hallo, schat, ben je daar? Ja, daar ben ik weer. Zeg ja, trek je jas even aan als je wil. Waarom? Nou, dan kan je van mij even een gordijntje halen voor mijn badkamer. Gordijntje voor de badkamer? Ja, voor mijn badkamer. We wonen hier al 10 jaar. Moet je nou ineens een gordijntje voor de badkamer? Ja, moest luisteren, schat. Er zijn overkant, er is een jonge knul komen wonen. Nou, en? Nou, die zit steeds naar binnen te gluren als ik in het bad zit. Weet je wat jij moet doen? Laat die gozer maar een keer goed kijken, dan koopt hij wel een gordijntje. Waar komt u vandaan? Utrecht, Utrecht. Uit Houten? Oh, gut. Nou, daar ben ik ook geweest. Mooie plaats, hè? Je moet wel op tijd remmen, anders ben je er weer doorheen. In Houten? Dat zei je. Nou, niet te geloven. Nee, hoor maar. Nee, maar ik zeg nogmaals. Als er dus mensen zijn die geen aandacht meer aan elkaar besteden, is dat die Haagse man. Zie die vrouw thuiskomen?
Hallo, schat. Hoi. Hoi. Zeg, ik wou je wat vertellen. Oh ja? Ik ben vanmorgen bij de dokter geweest. Zo. En wat zei die? Nou, dat ik voor mijn leeftijd nog zulke mooie borsten heb. En had hij het niet over een dikke togus? Oh, nee, schat. Over jou heeft hij het niet gehad. Erg, hè? Leuk, hè? Ja. Weet je wat de Haag is, mensen? Ik ben er zelf geboren en getogen. Zuiderpark, het was mijn oefenterrein. Mijn ouders hebben er gewoond. Mijn vader, u kent hem niet, oude touw, lekker breed geschouderd. Zomer en winter antivries, hoor, zo vent. Toen ik nog thuis was en ik zei een moeilijk woord, wist hij nog ineens wat het betekende, maar kreeg wel antwoord. Was nog thuis, ik zei, paps, ik zou zo graag een encyclopedie willen hebben. Ik heb het altijd uit de fiets gedaan, doe jij het ook maar. Heerlijk, joh. Zaten lekker te eten, hè? Toen zegt mijn zuster, paps, mag ik een petticoat? Je vreet wat er op tafel staat. Heerlijk. En dan, dat heb je natuurlijk in Utrecht in mindere mate, maar wat je wel natuurlijk in Den Haag hebt, dat ze daar nog altijd iets trachten hoog te houden, en dat is dan de Laan Vermeerdervoort, hè? Dat is de langste straat in Den Haag. En dan praten ze ook zo, hè? Nee, maar zag. En dan hebben we de Hoefkade mensen. Ik kom er zelf vandaan, Paulus Potterstraat. Ik schaam me er niks voor. Maar het was een heerlijke tijd. Hawe, nawe, rawe, dawe, kawe, klauwe. Het was er allemaal bij. Maar dan moet je die vrouwen op de Haagse markt, dat is de Gulden en Daalderweg, en dan moet je die vrouwen met elkaar horen praten. Wat een melange. Die van de Laan Vermeerdervoort, die met die van de Hoefkade. En dan zo in dat Haagse ook, hè, zo die deftige tegen die van de Hoefkade. Ja, mijn man heeft pas in het ziekenhuis gelegen. Die van de Hoefkade. Oh ja, wat had hij? Ja, wat had hij, zeg? Aan zijn appendix. Zegt die van de Hoefkade, wat is dat, een appendix? Zegt ze, weet u het niet, wat dan? Dat is Latijns, dat is zo'n klein stukje vlees dat er zomaar bij hangt. Zegt die van de Hoefkade, verrek, dat is die van mij ook, maar die wil hem niet kwijt. Oh. En u weet, dames en heren, ik hoef het u niet te vertellen. Ook Utrecht eist zijn slachtoffers. We hebben een saneringsplan. Huizen worden gewoon gekocht. Je moet eruit, want er komen weer grote fabrieken. Tragiek, maar het is zo. Maar nou die Hagenaar, komt een dierenwinkel binnen. Hij zei van mij 2000 wandluizen. Zegt die man, wat moet u met 2000 wandluizen? Hij zegt, ik heb een brief gehad van de huisbaas, dat ik moet eruit. En ik moet mijn woning in dezelfde staat achterlaten als ik het erin getrokken heb. Ja. Oh, die vind ik ook zo mooi. Zitten hier ook mannen bij? Als ze een pilshop hebben, zullen ze thuis een heel verhaal van zichzelf maken. Dat ze gaan lopen kletsen. Die man, toilet, die vrouw ligt al in bed. Hij staat te plassen, kijkt hij zo naar zijn zim. Hij zegt, met jou heb ik in mijn leven het meeste lol gehad. Toen roept die vrouw heel finijnig. Hij is ook nog de enige die aan je hangt. Nou, ja. Gaat hij niet te grof, mevrouw? Nee, hoor. Nee? Nou, u kan tegen een stootje, hè? Ja. Lach maar lekker, hoor. Lachen is gezond. Ach, joh, en nogmaals. Oh, je hebt ook wel eens van die mannen. Hebben jullie die ook hier in de familie, in je eigen familie, die er ineens genoeg van krijgen? Mijn buurman met zo'n grote koffer, de slaapkamer binnenkomen, op dat nest neergooien. Hij zegt, kom even afscheid van je nemen, hoor. Zo. Ah. Ik kom je even gedag zeggen. Deze jongen gaat naar Zanzibar in Afrika. Zo, Zanzibar. Wat moet jij daar doen? Dat zal ik je vertellen, mijn liefde. Daar zijn namelijk zo weinig mannen, dat iedere man die daar met een vrouw naar bed gaat en lief voor haar is, krijgt 25 gulden. Ga met je mee. Ah, vrouwen hebben ze er genoeg. Wat moet jij daar nou in Zanzibar doen? Nou, eens kijken of jij met 25 gulden een maand rond kan komen. Oh, mevrouw, u lacht zo te klachten. Maar ja, jongens, als je maar niet, dat is altijd mijn devies. Mannen, natuurlijk is het allemaal niet meer zoals in het begin. Maar word niet hatelijk, hè? Als je met je vrouw getrouwd bent, ja, ik zou zeggen, mevrouw, ik vind het altijd een beetje natrappen. Het gebeurt, hoor. Bij ons is het zo gehoorig, ik kan letterlijk horen wat de buren zeggen. Van de week mijn buurman, ook s'avonds laat. S'morgens aan de ontbijttafel, wij weer luisteren. En dan die man tegen die vrouw. Goedemorgen, schat. Ja, ook goedemorgen. Kopje? Ja, graag. Ah, fijn.
Ik geloof dat je het vannacht lekker vond, hè? Hoezo? Je bewoog. Mevrouw zit heel hevig, ja, ik denk, weet je. Gek is dat, hè? Dat ze wel eens tegen mij zeggen, Harry, wat had jij nou verondersteld dat je nou eens geen humorist geworden zou zijn, hè? Ik ben namelijk van huis uit broodbakken bezorgen. Maak je ook leuke dingen mee? En mijn broodwagen in de straat en zo'n mevrouw roepen, bakker, heb je even tijd? Ik zeg, ja, waarom moet ik mijn wagen laten? Maar ik zeg, ah jongens, overal is de humor. Maar wat ik zo mooi zou, als je dan zegt, Harry, wat had je nou graag geworden? En daar heb ik zo enorm respect voor, huisdokter, hè? Huisdokter, de andere mensen te mogen helpen. Al, ja, ik geloof niet dat het, nee, het is geen... Nee, mevrouw, ik weet wat u denkt. Zoals gynaecoloog valt niet mee. Heb je gehoord van die gynaecoloog? Nee. Ha! Vrouwtjes, is de dokter, ik heb zo pijn in mijn buik. Ze gaat u maar even in de stoel, mevrouw. Beentjes in de strijdbeugels. Die dokter kijkt, zegt hij, wat een grote. Ze zegt, dokter, ik weet dat ik een grote heb. Moet u dit 4 keer zeggen? Als ik zei het maar 1 keer, de rest was echo. Ja, dus je bent... Ze zeggen wel eens, wat is een oude mop en wat is een nieuwe mop? Alle moppen zijn nieuw. En alle moppen zijn oud, als je hem hoort en als je hem ziet, jongens. Zie dat vrouwtje bij die dokter. Dokter, mijn longetjes piepen zo. Hé, zal doktertje even luisteren? Doe het bloesje even uit. En dan staat ze, een schat van een vrouwtje. Heel klein tietje en een hele lange. U weet wel, zo'n slecht afgesteld stereoapparatuur. Zit die dokter, hoe komt u aan zo langer? Ze zei, nou dokter, ik ben 20 jaar getrouwd en mijn man speelt er in bed zo graag mee. Hij zei, maar daar wordt het niet zo lang van. Ze zei, ja, we slapen in een stapelbed. Nou... Zalig, hè? Zie dat vrouwtje binnenkomen? Heerlijk, buikje, zenuwachtig, komt al voor de 15e keer bij die dokter. En die dokter, nou mevrouw, wat is er nu weer aan de hand? Ze zei, oh dokter, ik ben zo zenuwachtig. Zegt die mevrouw, doet het er niet zo raar. Duizenden vrouwen krijgen een baby. Niets aan de hand hoor, allemaal fijn. Ze zei, dokter, mag ik wat vragen? Natuurlijk mag u wat vragen. Ze zei, dokter, hoe kan ik nou het beste gaan liggen als het zo ver is? En ze gaat u liggen zoals u lacht toen u het maakt. Ze zei, dokter, mag dat dan? Dat mijn man met zijn volkswagentje op de verloskamer komt. Ja, heerlijk jongens. Maar... Oh, en dat hele oude baasje, jongens. Misschien zit hij in ons midden, hij vergeeft me die mop dan. En dat die dokter heel kalmerend tegen dat baasje zegt... Zo, meneer Ramspoed. Eens even kijken. Ja, ik heb een hele fijne mededeling voor u. Alles is weer in orde. Oh. Ook het hartje loopt weer prima. Maar rustig aan. Rustig aan. Twee sigaretjes. Twee borreltjes. 's Avonds een wandeling... En dan komt alles weer prima voor elkaar. Meneer Ramspoed? Ja, maar dokter, mag ik nog iets vragen? Ja. U begrijpt het wel, hè? Hoe is het met de seks? Ja. Seks? Ja. Nou, luister, meneer Ramspoed. Eenmaal per week. Maar beslist alleen met uw eigen vrouw, want u mag u niet opwinden. Zalig. Onzin allemaal, hè? Ja. Vindt u het nou, u bent nou lekker jong, vindt u het erg? Nee, hè? Ja. Nou, hoor. Zal ik eens wat vertellen, mevrouw? Met alle moppen. En als ik eens een keer buiten mijn boekje ga... Oh, jullie mensen, van de muis maken ze tegenwoordig toch een olifant? Het is zo, mevrouw, van de muis maken ze een olifant. Hé? Nee, spijt. Ben je wel eens met een muis naar bed geweest? Nee. Heb je een goede poes? Nee, maar... Sorry, mevrouw. Wat wil u van me drinken? Nee, wat is het? Meneer, neem me niet kwalijk hoor. Hij zit te lachen, maar die zou niet met u over maken. Ga je maar denken welke poes. En dan die man met die dokter. Oh, die vind ik ook zo mooi, hè? Volgende patiënt. Dag, dokter. Hey, dag, meneer Sul. Gaat u zitten.
Dank u. En vertelt u het eens, wat zijn de klachten? Nou, ik stond vanmorgen op en toen had ik ineens een rode stip voor mijn ogen. Een rode stip voor de ogen? Ja. Dat is eigenaardig. Ja. Ja, maar ik heb die rode stip nou nog. Nu op dit moment? Ja. Hé, hey. Meneer Sul, is u misschien een tikkeltje overspannen? Nee, ik ben ambtenaar, dus... Nee, daar kan je niet overspannen zijn. Interne vraag, meneer Sul. Hoe is het met de seks? Zes maal, dokter. Zes maal? Ja. Per maand of per week? Nee, vanmorgen. Vanmorgen? Ja. Ja, maar logisch een rode stip voor uw ogen. Dat is een waarschuwingslampje dat uw tank leeg is. Ja, jongens, even kijken. Ja, maar goed. Heb je gehoord van die man? De man belt een dierenarts op. Zie het gebeuren, jongens. Hij zegt, mijn schoonmoeder komt straks langs met een oude kat. Even een spuitje, pijnloos inslapen. Zit die dierenarts, weet die kat alleen de weg terug. Een hele gemeene, hè? Zitten er nog ambtenaren bij? Ja? Ja? Oh, jongens. Stampvolle Haagse tram, kan niemand meer bijzitten. Zo'n hele dikke Hagenaar, één plaatje betalen, vier zit. Stapt er zo'n magere belastingambtenaar binnen, zie hem binnenkomen. Geen plaats, ziet hij die dikke zitten. Als ze moesten per kilo rekenen. Zit die dikke wees me blij dat het niet zo is. Hadden ze voor jou nog ineens gestopt. Nou, ambtenaar 3 maanden getrouwd, heeft nog niets aan zijn seksuele plichten gedaan. Wat doet zo'n meisje? Ze gaat naar de moeder. Ze zegt, mami, ik ben al 3 maanden met Koos getrouwd, maar hij doet niks. Ze zegt, schat, zit er nou niet over in. Dat vertellen ze hem straks op het kantoor. En dan weet hij het en dan komt hij naar huis. En dan... En jou hoor, na 3 maanden, smiddags. Hij zei, maak de slaapkamer donker. Ze denken, gordijnen dicht, blouseje los. Hij zegt, is alles donker? Ze zei, ja schat. En ze vindt mijn nieuwe horloge met die verlichte wijzerplaat. Nou. Ik zeg nogmaals, jongens, het kan allemaal niet. Het is er ook allemaal niet. Kan ons het ook schelen. Het zijn allemaal... Ik zal je vertellen, mijn vak is een heerlijk vak geworden, want de mensen zijn allemaal zo ruimer geworden. Niemand zit er meer over in. Vroeger kon je geen mop vertellen over een dominee. Vroeger kon je geen mop vertellen over een pastoor. Ik sta in Brabant, de pastoor zit gewoon lekker in de zaal. Hey, je kunt het niet meer zien aan de verpakking hoor, gewoon lekker zo. Ik ben niet katholiek, juich het wel toe. De pastoor hoeft voor mij niet. De postbode gaat hier ook niet in zijn uniform, hoeft meneer de pastoor het ook niet. Het zijn gewone mensen. Als ze uit zijn, zijn het gewone mensen. Brabants cafeetje aan de bar, pastoor, kojakkie, lekker roeren. Komen de 2 vertegenwoordigers binnen, die ene tegen die andere. Weet jij het verschil tussen de pastoor en de kokosnoot? Zit die andere, nee. Van de kokosnoot kan weer drinken. Meneer de pastoor reageert niet, bestelt nog een kojakkie. En ze willen de heren ook iets drinken. Zit die ene, graag meneer de pastoor, moet je kokosnoot kopen. Ja. Nou, jongen. En dan zie dat toch ook lekker gebeuren, die mop is zo lekker. Dat meneer de pastoor, Haagse tram, lijn 6, Hobbemestraat, Magdakerk en de City hoor. Zijn buikjes, zijn koontjes, zijn petjes, zijn togaatje. Oh, ik hou van die mensen. Ik weet het niet, maar zo'n pastoortje, daar gaat er een rust en een vrede van uit. En er zit er zo'n rashagenaar en die heeft van zijn leven nog nooit een pastoor gezien. En die zit zo naar die pastoor te kijken. Hé, hey, heb je over hem verkeerd dan? Die nee, mijn zoon, ik ben vader. Zit ja, ik heb ook 2 kinderen, maar daarom kan je over hem toch goed aan. Nee, mijn zoon, ik ben vader van 2000 kinderen. Hij zei, nou, dat je beter je broek achterstevoren kan zeggen. Oh, ik vind ze zo heerlijk, hè, Norma. Maar ja, ik zeg ook, jongens, dat is nou precies eender als wat je vandaag aan de dag allemaal meemaakt, wat je vandaag aan de dag allemaal hoort. En de tijden zijn makkelijker, hè? Neem nou maar Durex, lieve mensen. Ik tegen mijn vader zeggen, hij rust in vrede, paps, ik heb een condoom. Alle hoeken van de kamer, die had mijn knader afgeslagen. Kon toch vroeger niet, hè? Die kind thuis zei, ik heb een condoom. En nou, hier de heren toilet, 2 gulden. Toen ik verkering had, trokken we een reep chocola. En nou is het pief, paf, poef. Ja, daar lach je om, het is zo. Ja, jij komt nooit in een herentoilet, hè? Nee, ik niet bij jullie. Nee, maar het is zo, wijfie. Eerlijk waar. Bij ons op de camping hangen 2 automaten naast elkaar. In de bouwvakweken was er 1 stuk. Hebben ze er een bordje bij gehangen, bij weigering trekken. Nee, maar ga maar kijken, hoor. Maar je zoontje zal er maar mee thuiskomen, hè? Onderstel, je hebt een knul en die komt thuis met een condoom. Ik zou bij God niet weten wat ik als vader zeggen moet. Ik zou het niet weten. Nee hoor. U meneer? Nee. U hebt ook een zoon gehad? Ja? Nee, nog? Alleen maar meiden? Nou nee, dat misgelopen. Nou ja, over je meiden zal ik helemaal niet praten als ze er mee thuiskomen, hè? Probeer jij ze maar zand te smeren dat ballonnen zijn. Nee, maar... Nee, maar... Begrijp je wat ik bedoel, meneer? Mijn zoontje thuiskomen, paps, ik heb een condoom, jongen. Ik zou het bij God niet weten, hoor. He? Dus je moet oppassen, want ze maken zo ongelukken. Een neefje van mij is haast in een condoom gestikt.
Ja? Heb ik je dat jullie verteld? Ja. Je had op de gebruiksaanwijzing gelezen. Goed over je kop trekken, mijn zaas. Ja. Is dat een dochter van u? Ah, nou, inderdaad, mijn compliment, meneer. Ja, toen je bezig was, heb je geen bril op gehad. Keurig. Dat snapt hij ook, hoor. Als ik hem nou zo lekker ziet lachen, die afwijking heb ik. Als ik iemand gelukkig ziet lachen, dan schiet mij weer een mop te winnen. Zie ik ineens zo, hun met z'n tweetjes, eerste huwelijksnacht. Nou, schat, als je er net zoveel van weet als ik, dan kan je lachen, hoor. Ik was zo dronken als een aap. Ik heb een kwartier naar een ritsluiter liggen zoeken, zat helemaal geen jurk aan. Eerste huwelijksdag, hè? En het meisjesmorgens onder de... Oh, wat lief van je om mijn naam op je pielemoos te zetten. En je moet eens weten wat een moeite het heeft me gekost om dat ding in de schrijfmachine te krijgen. Snikkel in die muziek. Oh, ik zie het weer voor me. Zien jullie het ook gebeuren? En dat Belgische echtpaar, eerste huwelijksnacht in België, hetzelfde verhaal. Liggen een half uur te klooien, niks. Ze zei, alleen chef, het gaat niet, hè? Hij zei, zullen we eens van plaatsje verwisselen? Kruip over elkaar heen, weer een half uur klooien, weer niks. Zegt hij, alleen zat nog schelen als we allebei ons broek uitdoen. Ach, zo'n jongen die zit nou al in de rijden te lullen. Oh, joh, joh, joh. Oh, mensen. Dan zeggen ze wel eens het boertje van Buten. Het is een mop, maar als je hem ziet gebeuren, jongens. Dat boertje gaat naar de vrouwtjes. Ach ja, een kind wil wat. Gebeurt er? Van de vrouwtjes gaat hij weer netjes naar huis. He, niemand mag erover praten. Een week daarna stopt er een grote Chevrolet op het erf. Stapt er zo'n gozertje uit met een platgekamde haar. Bikkertje, ken je dat? Hij zegt, hey boertje, je bent bij de vrouwtjes geweest, hè? Shh, voor mijn wijf. En ze komt mee naar de schuur. Schuur? Hey, hoe weet je dat? Dat zal ik je even laten zien. Hij zegt, kijk eens jongens, ik heb de foto's. Hier kom je binnen. Hier kleed je uit. Hier breng je je apparaatinstelling. Hij zegt, hier leg je te wippen. Hier is het zover en hier kleed je weer aan. Zit de boertje, ah. Je snapt zeker wel, boertje, dat je dat een hoop geld gaat kosten. Zit de boertje, ja, dat begrijp ik nog wel. Hij zegt, nou, laten we hier maar twee van bijmaken. Die vind ik wel leuk. En die... Ik zou je vertellen, in mijn stamcafeetje. Ik mag geen namen noemen. Zalig cafeetje. Komt een jongen, heerlijke jongen. Stottert een beetje. We kunnen hem niet meer missen. Hij hoort bij dat cafeetje. Hij is een onderdeel van ons cafeetje. Dan gaan we een pokertje maken. Niet om geld, hoor, dames. Lekker gewoon om een pilsje. Lekker gezellig om een pilsje. En zie je ons dan staan met dat bekertje en hij lekker meedoen. Staan we de week een pokertje te maken. Komt er zo'n engel binnen. Oh, je hebt zoveel. Je wordt er ook doodziek van die gast. Geeft die hele bar wat? Zit tegen de jongen die een beetje stottert. Sta jij te pokeren, joh? Zal niet meevallen met zijn afwijking. Jongen, we hebben allemaal een afwijking. Zit hij nou, ik niet, hoor. Ik ben gezond. Zit die jongen, ja? Met welke hand? Ik ga dan je kont af. Zit die gozer even nadenken. Hij zit met mijn rechterhand. Hij zit, dit is dan jouw afwijking, want ik doe het met papier. Nou, vind ik die zalig is onder de gordel met die aap, jongen. Ja. Hagenaar, Prinsjesdag, u kent het. Feestje, heerlijk. S'nachts om 1 uur op de Prinsessenwal. Ziet u hem lopen? Lekker slokken, op. Allee, paleis zijn er binnen. Prinsessenwal, ingang van Paleistuin. Gaat op zijn gemak tussen de struiken zitten bouten. Ziet hem zitten? U weet wat bouten is? Schijten. Agent, Haagse agent met een lam. Hé, wat doet u daar? Nee, maar dat wil onze koningin niet hebben. Hij zegt, ik ook niet, maar als jij hem mooi vindt, neem je me mee. Nou, zo... Weet je, dames en heren, als ik nou iedere avond voor zo'n publiek zou moeten optreden, is dat niet zalig? Die twee hebben genoten daar. Lekker, hè? Ja, en het straalt er zo vanaf. En die gaan straks weer op dieet naar de kerstdagen. Ja. Nee, hoor. Nee? Daar houden ze zich eraan, hoor. Nou, mijn vrouw wel, hoor. Vorig jaar ook. Paardrijden. Haha. 5 kilo afgevallen, paard. Maar...
twee vrouwen aan die bar. Die ene tegen die andere zegt: oeh, mijn man is voor 100% impotent. Die andere: oh, die van mij voor 200. Ze zegt: hoe kan dat nou? Ze zegt: die is bij een bedrijfsongeval ook zijn vingers kwijtgeraakt. Oh, die vind ik ook zo mooi, hè? Hallo, Harry. Hey, hallo, ja. Dag mijn jongen. Wat kijk jij, Sip? Wat is er? Oh, Uif, ik heb het zo moeilijk. Ik moet van mijn vrouw af. Nou, en? Ik hou het niet langer uit bij die vrouw. En het is gewoon helemaal gek. Nou, is toch geen punt? Heb jij niet een klein beetje, of is het maar een klein beetje arsenicum of rattenkruid? Arsenicum moet je niet doen, arsenicum, jongen. Dan krijg je 10 jaar gevangenisstraf als je dat op die manier doet. Kan me niet schelen. Ik weet een goed middeltje. Je gaat vanaf nu, elke dag, 6 keer met je vrouw naar bed. En dan er flink er tegenaan, hè. Over 3 maanden is ze... 6 keer per dag, vanaf zes keer per dag. En is ze dan over 3 maanden dood? Over 3 maanden. Weet je dat zeker, Uif? Ja. Garandeer. 6 keer per dag. Ja. 3 maanden lang. Ja, moet je doen. Goed. Maar vanaf nu meteen. 6 keer. Ja. Hé, hey, dag Harry. Dag. Hoe is het ermee? Hoe gaat het nou? Nou, iedere dag 6 keer, zoals jij het zei, hè. 2 maanden lang nu al. Ja. En hoe is het nou met je vrouw? Oh, ja, prima. Die staat nu te tennissen, hè, en ze weet niet tot ze over 1 maand doodgaat. Hey, lach maar lekker. Dames en heren, ik geloof dat het er voor mij helemaal op zit. U heeft verschrikkelijk fijn meegewerkt. U was grandioos qua publiek, kan niet anders zeggen. Ik hoop maar 1 ding, dat als we straks weer een band maken, mag ik hem dan weer in Utrecht opnemen? Want, ja. Aan de bar, moet je wezen. Zoek op de cellen, hey, in die schijnt de tijd. Daarvan heb je